Nou, ik vind het super om hier te zijn. Ik vind het super dat jullie er zijn. En het heeft een reden, want we gaan het hebben over privacy. Nou, daar kunnen we wel een middagje over vullen. En dat gaan we dan ook doen. Maar ik wil niet dat jullie naar huis gaan met het idee dat en dat privacy dood is en dat we verloren zijn en dat het allemaal hopeloos is. Ik wil graag dat jullie naar huis gaan met wat inzichten en misschien ook nog een nou, als het lukt, een blij gevoel op de een of andere manier. Nou, als het lukt, ben ik blij en dan zijn jullie blij. Mijn achtergrond begint om dat te vertellen. En dat geeft ook een beetje aan welke invalshoek ik gebruik. Ik ben privacy consultant. Ik help organisaties te veranderen. Zeg maar, bijvoorbeeld, een voorbeeldje als ze in Den Haag hebben bedacht. We gaan een wet bedenken. Nou, dan hebben we een wet. Iedereen is blij. En dan moet die nog geïmplementeerd worden. Nou, en dan komen mensen zoals ik op het toneel om dan uiteindelijk van wet naar werkvloer die vertaling te maken. He, van plan naar praktijk, hoe je het doet. En ik werk nu een aantal jaren met privacy. En ik ben er steeds meer in gaan verdiepen, omdat ik er steeds last van had. Ik vanuit mijn werk eigenlijk. Ik liep er steeds tegenop. En denk van, ja, vervelend. Wat gaat er toch ook de hele tijd mis? Nou, inmiddels doe ik eigenlijk alleen nog maar dingen met privacy en wat daarmee mee samenhangt. En wat ik vandaag wil doen is een aantal inzichten uit die praktijk delen. En wat ik ga proberen is wat dieper te duiken dan de waan van de dag. En hoe is die waan van de dag? Nou ja, ik was laatst op vakantie, ik was even een weekje weg en ik kom terug. En dat het hele incident met de ING en met het verkoop van de PIN-transacties. Nou, ik zie wat mensen knikken. Nou, was allemaal hartstikke mooi. Ik heb het helemaal gemist. Ik was één week weg. En bij de ING hadden ze een ontzettend goed plan. Ze hebben het de wereld wereldkundig gemaakt. Er is blijkbaar dus een enorme stroom met publicaties en verontwaardiging en gesprekken bij de koffietafel geweest. En ik kwam terug naar alsof het nooit was gebeurd. De snelheid, de kracht gaat ontzettend snel. En dat noem ik even voor het gemak de waan van de dag. Nou, laten we kijken of we daar een stap verder in kunnen zetten. De pointer. Mag ik een vraag hierover stellen? Mag helemaal, ja. Hoe bent u eigenlijk net zo geworden? Daar zijn waarschijnlijk geen opleidingen voor. Nee. Nee, nou, ja, dat is een hele goede. Waarom zijn er geen opleidingen privacy? Ik kom zo nog op, maar ik denk dat het lastige van privacy is dat je altijd te maken hebt met meerdere disciplines die samenwerken. Als je kijkt wat op dit moment een hele relevante studie is, dat is dat zijn opleidingen tot informatiejurist, IT-jurist of IT-jurist met een juridische component. Maar dan heb je dus twee delen bij elkaar. Wat ik zie als je kijkt naar promoties en opleidingen, zeker promoties rondom het thema privacy in de brede zin van het woord. Er zijn steeds meer personen die daarvoor hebben gekozen. Dus wat niet is, kan nog worden. Dat wil zeggen, als privacy niet dood is. Want als het privacy dood is, ja, dan hoeven we ook niemand op te leiden voor daarvoor natuurlijk, toch? Nou, ik denk dat een van de grote problemen op het moment is dat ze je identiteit als het ware stelen, naar de haal gaan. En, ja. Mag ik vragen om aan het einde van de presentatie daar even op door te gaan? Ja. Ik probeer misschien dat het al wel langskomt en dat het dat een deel van de vraag is beantwoord. Want ik wil graag beginnen met waar we op dit moment staan. En bij alles wat we nu doen wil ik zeggen dat we in fantastische tijden leven. De informatie wereld waarin we leven, de mogelijkheden van de digitale wereld zijn grenzeloos, eindeloos. En dan moeten we als mensen, als mensheid, gewoon keihard omarmen. Wij kunnen, nou misschien nu nog niet, maar met zo'n 3D-bril over een paar jaar gaan we niet op vakantie, maar gaan we in een stoel liggen en dan vliegen we waar we naartoe willen. Zo. Fantastisch. Dit is een plaatje van Facebook van een paar jaar geleden met alle verbindingen. Mensen zijn nog nooit zo verbonden met elkaar geweest. Mensen hebben zich ook nog nooit zo eenzaam gevoeld. Dat is even weer een andere discussie. Maar dit is een mooi plaatje van
hoe de informatietechnologie ons allemaal gelukkig gemaakt, brengen mensen dicht bij elkaar. En je kan zoveel met de informatietechnologie. Mensen zoeken elkaar op, maken foto's, we taggen elkaar en uiteindelijk het leven is nog nooit zo mooi geweest. Is dat te verklaren dat het leven nooit zo mooi is geweest? Is dat te verklaren vanuit de IT alleen? Nou ja, op zich wel. Als je kijkt naar Nederland, we hebben natuurlijk een enorme lange tijd van vrede. Nou, toevallig is over een paar dagen heb je 4 en 5 mei. Het is al een tijdje geleden dat we bezet waren. We zijn bevrijd. Sindsdien hebben we een behoorlijk rustige periode gehad. Het is allemaal wat stabiel. We hebben natuurlijk wel wat dingetjes. Maar we leven in een hele fijne verzorgingsstaat. Nou, de Koude Oorlog is afgelopen in 1989 met de val van de Berlijnse muur. De spanningen tussen Oost en West zijn afgenomen. Het Twin Tower incident is natuurlijk geweest. Dat heeft ons alleen maar veiliger gemaakt. Veel meer wetten die mogelijk maken om terroristen aan te pakken. Nou, het is toch allemaal fantastisch. Het enige wat een beetje blijft zitten is toch steeds dat kleine stemmetje privacy. Bij al die discussies komt het weer op. En soms is het klein, soms is het groot. En wat moeten we daar nou precies mee? Laten we eens kijken naar wat privacy nou precies is. En wat ik net zei, van als je kijkt naar de ING, dan kun je privacy zien als incidenten. En zo wordt het ook heel vaak gezien. Je kan privacy beschouwen als de omgang met persoonsgegevens. Nou, daar krijg je enorme discussies over. Wat zijn dan persoonsgegevens? En nou, als je kijkt naar de nieuwe Europese verordening die komt, dan is dat een van de grote vraagstukken van ja, wat is nou precies een persoonsgegeven? Is een IP-adres een persoonsgegeven? Is een profiel een persoonsgegeven? Als je nou kijkt naar de kern van de zaak, dan gaat het uiteindelijk om menselijke interactie. Als je dat tot je door laat dringen, dan kun je een beetje ontstijgen van al die systemen en bitjes en bytejes. Als je privacy nou ziet als mensen acteren met elkaar en gaan relaties met elkaar aan. Mensen organiseren zich in groepen, verbanden. Vanuit economische oogpunt organiseren ze zich in bedrijven die weer relaties aangaan. Dan moet je privacy misschien niet zien als je Facebook, je Google, je persoonsgegevens en dat soort zaken. Maar het is een beetje de vraag, hoe willen mensen met elkaar omgaan? En hoe richten zij relaties en verbanden in? Waarom vind ik dit zo belangrijk? En dat is misschien een meteen al een uitstapje. Want in wat voor tijdsgewricht leven wij nou? En waarmee is de informatierevolutie te vergelijken? Ik denk dat die heel goed te vergelijken is met de industriële revolutie van 150 jaar geleden toen die begon. Arbeid, menselijke en dierlijke arbeid werd vervangen door gemachineerde arbeid. Paarden door auto's, de paardentram door de gewone tram. En als je kijkt naar wat die industriële revolutie allemaal heeft betekend voor de maatschappij, dan heb je gewoon een compleet andere wereld voor en na, nou, ruwweg 1850. Voor mij is dat een beetje het begin. Wat veranderde? Nou, de relaties, de interactie tussen mensen veranderde. Hoe wij omgaan met arbeid, de verdeling tussen arbeid, wie levert het op, wie heeft de middelen om arbeid te verlenen. De groei van de steden, rol van de vrouw in het huwelijk, noem het maar op, de hele wereld stond op zijn kop en heeft geleid tot een compleet andere wereld. Als je kijkt naar, en dat is dan meteen zo'n soort inzicht of idee wat ik wil delen, als je nou afvraagt wat was nou de thematiek, de frontlinie van wat er allemaal van die hele omslag in de industriële revolutie, dan denk ik dat de thematiek rondom arbeid is. En dan heb je het eigenlijk over die relatie tussen werknemers en werkgevers. Nou, wat zijn sporen daarvan? Dat zijn de vakverenigingen. Nou, nu las ik net in de trein dat er een klacht ligt bij de NS over stakingsbreking. De FNV, schoonmakers die protesteren op dit moment, die willen een andere cao hebben. En de NS zet dan het kantoorpersoneel in. En de FNV zegt, hey, dit is stakingsbreking. En dat mag niet. Waarom niet? Als je een staking breekt, dan haal je het recht op staking weg.
En dat heeft een enorme traditie en dat is wel leuk om dat weer te zeggen. Want afgelopen week was 1 mei. En wat is er op 1 mei? Dat is de dag van de arbeid. Waarom wordt je gevierd? Waarom wordt in de hele wereld gevierd, behalve in Nederland trouwens, op grote schaal? Wat heeft weer te maken met enorme discussies, veldslagen haast, die enorme verschuiving die uiteindelijk heeft geresulteerd in een soort evenwicht met bezitters van kapitaal en middelen en de arbeiders aan de andere kant. Als je vraagt, wat is nu de frontlinie van de informatiewereld? Dan denk ik privacy, in de breedste zin van het woord. Als je het over privacy, dan heb je het over de definiëring van hoe wij met elkaar omgaan, de definiëring van hoe wij onze wereld willen zien. Als je het over privacy en zegt privacy is dood, dan zeg je ook eigenlijk, ik stap uit die discussie, ik stap uit de wens om mijn wereld vorm te geven zoals ik dat wil. Nou ja, maar wie bepaalt dan hoe jouw wereld eruit zit? Als de arbeiders hadden gezegd, nieuwe wereld, industriële revolutie, ik doe niet mee. Nou ja, dan had je dus al die uitwassen gehad die we 100 jaar geleden hadden en die we nu alleen nog maar tegenkomen in landen als waar ze onze kleren maken. Zeg maar. Zeggen dat privacy dood is, daarmee zeg je eigenlijk meteen van ik stop ermee om de wereld vorm te geven naar hoe ik vind dat die vormgegeven moet worden. En dan laat je het over aan mensen die daar wel ideeën over hebben. Waarvan een deel in Silicon Valley zit. En is de vraag of je dat wil hebben. Ah, kijk eens, ja. Snowden. Want uiteindelijk is Snowden een hele goede boodschapper geweest van de boodschap. Snowden, hij heeft voor elkaar gekregen wat talloze mensen daarvoor niet voor elkaar heeft gekregen. Het is een enorme wake-up call. Ik denk dat je Snowden moet zien in die omslag die de wereld nu heet van een... de wereld van de jaren 80 is compleet anders dan dat die nu is. Als je kijkt wat je in je broekzak hebt, en dan heb ik het over je mobieltje, wat die nu kan en 5 jaar geleden of 10 jaar geleden kon, dat is echt een wereld van verschil. Je weet niet hoe die over 5 jaar of over 10 jaar eruit ziet. Snowden heeft ons een wake-up call gegeven die we niet kunnen negeren. Maar het is niet meer dan een wake-up call van iets wat al veel langer liep. Veel reacties viel mij op fora. Het waren reacties van een soort van wijsneuzen die zeiden, ja, maar we wisten toch al lang dat we werden afgeluisterd. Ja, dit is toch niks nieuws. Nou ja, hartstikke mooi dat het niks nieuws was. Maar Snowden gaf die hele problematiek toch een stem of zo. Ik weet niet hoe je het moet zien. We moeten ook bekijken hoe het gaat aflopen met Snowden. Ik hoop zelf dat hij op een gegeven moment een naambordje krijgt. Dat er een straatnaam genoemd worden. Net zoals Alette Jacobs in het kader van feminisering heeft gekregen. Ik denk dat hij in ieder geval veel heeft betekend voor ons. In ieder geval een niet te negeren signaal gegeven. Je kan ook zeggen dat hij een stem heeft gegeven van een bepaald onderbuikgevoel. En dat is deze sluit. Zoals ik zei in mijn werk, terwijl ik even een slokje neem. In mijn werk kwam ik heel vaak privacy tegen. Op de een of andere manier praatte iedereen erover, maar werd het nooit lekker concreet. Of het bleef een beetje geklaag aan de koffiebuur. Toen besloot ik om daar een meting naar uit te voeren. Want als je kijkt, en even kijken naar een paar jaar geleden. Ja, privacy was belangrijk. Ja, we moeten er wat aan doen. En toch, iedere keer weer was er een soort van gevoel van onbehagen. Maar die zag je in de officiële stukken zag je die niet terug. Als je kijkt naar het parlement, hè, toch wel onze volksvertegenwoordiging. Ja, het was een onderwerp. Ja, het kwam regelmatig terug. Maar stond het dan hoog op de agenda? Nou, niet zo. Ik ging een meting uitvoeren naar ons gevoel van hoe het gaat met privacy. En dat is een hele eenvoudige enquête. Want ik vroeg eigenlijk, hoe vindt u dat het gaat met privacy? Hoe verwacht u dat het zal gaan? Waar kennen we die vraagstelling van? Nou, in de index van de consumentenvertrouwen.
van CBS wordt precies dezelfde vraag gesteld met een iets ander thema. En wat doet dat? Het geeft een indicatie van hoe we vinden dat dit gaat. Nou, ik begon hier de eerste paar maanden van het begin. Was al meteen licht negatief. Mensen al waren wat sceptisch. Het EPD nog vers in het geheugen over chipkaart. Drones, wat dan ook. Mensen waren wat negatief. En toen, op 6 juni 2013, kwam Edward Snowden met zijn nieuws naar buiten. Een dramatische val in de prijsindex. Van min 25 naar min 45. En dat geeft aan dat het consumentenvertrouwen, het vertrouwen dat wij hebben in de omgang met privacy, opeens fors naar beneden ging. Wat gaf dat nou voor indruk en waarom vond ik dat wel belangrijk? Men was geschokt, maar vanuit Den Haag was niet echt veel gevoel voor urgentie, leek het. Bij de volgende meting werd het een stuk beter en ik vroeg ook steeds naar van en wat. Waarom vind je het dan slecht te worden? En de mensen zeiden, nu gaat er wat gebeuren. Nu moet er wat gebeuren en nu verwacht ik dat de EU en het parlement actie gaan ondernemen. En de volgende dramatische drop, en het is een schaal van plus 100 tot min 100, dus uiteindelijk zaten we op -62 of -61. Waarom daalde het vertrouwen? De reactie bleef uit. Rutte bleef stil, Plasterk bleef stil. Er was niet zoveel aan de hand. Als je kijkt wat Snowden gaf, hè, die enorme val in vertrouwen, die legde veel bloot en daar moeten we hem dankbaar voor zijn. Ik denk ook dat hij, hè, wat ik zeg, je moet in een groter plaatje zien. Dit is een kaart van de persvrijheid in de wereld. Je hebt talloze kaartjes. Die gaan over de staat van democratie, de staat van vrouwen, de staat, et cetera, et cetera. Als je het hebt over privacy, dan moet je ook een vervolgvraag stellen. Wat is het nou precies? En dan kom je uiteindelijk op vrijheden. Persvrijheid is een hele duidelijke. Een journalist die heeft een blog. Dat is grappig, ik ben geen journalist, maar ik heb wel een blognootje. Maar die heeft. Je kunt dingen opschrijven. Waarom is persvrijheid belangrijk? De pers, dat verwachten wij, geeft met persvrijheid kun je zeggen wat je wil. Misschien wij niet als burgers, dat zou je nog kunnen zeggen, kunnen overtwisten, maar een journalist die heeft het recht op vrije nieuwsgaring, die mag kritische vragen stellen. En al die vragen, daar kan hij dan een stuk over schrijven in een krantje. En met dat bericht beïnvloed je mensen, je organiseert oppositie, wat heb je daarvoor nodig? Het recht van organisatie heb je nodig, het recht van meningsuiting, et cetera, et cetera. Dus als je kijkt naar de plaatje van de persvrijheid, zo'nzelfde soort plaatje kun je ook hebben als het gaat om privacy. Wat dat betreft valt het allemaal onder dezelfde noemer. Als je geen persvrijheid hebt, word je afgesloten van allemaal vrijheden en mogelijkheden die je hebt om de wereld te maken zoals je die graag zou willen zien. Wat wel grappig is, het is niet grappig, maar laat ik het even grappig noemen. Kijk, er zijn wat landen die hebben niet zoveel persvrijheid waarvan we het wel wisten. Maar deze jongen, dat is wel interessant. Op de democratie-index staat hij hartstikke hoog trouwens. Maar ook in Europa. Het is dat Duitsland zo ontzettend groot is, maar daar gaat op een gegeven moment wat wringen. Het is een beetje op nieuws, de mop van de spookrijder die op de radio hoort van er is een spookrijder en hij zegt eentje, ik zie er wel 100. Wat is nou, wie is nou gek eigenlijk hier? Hè? Zijn dat de landjes in het wit? Of is dat de rest van de wereld die toch wat beperkende maatregelen treft? Heb je enig idee waar dat vandaan komt? Dat de Verenigde Staten dus meer geel hebben, wat toch niet de allermooiste score is. Terwijl je zou denken dat daar in ieder geval in wetgeving en in rechtspraak dit soort vrijheden zeg maar, heel erg aangeschreven staan. Het antwoord is, ik weet het niet. Ik kan er wel iets bij voorstellen, want het heeft meer te maken met de verweving tussen de politieke cultuur die er heerst in Amerika, waarbij
onwelgevallige meningen behoorlijk hard worden aangepakt. Maar eerlijk gezegd weet ik het niet zo heel goed. Dus dit is het plaatje. Dit geldt ook een beetje voor de rest van de wereld. Die wake-up call van Snowden, ik vind dat je die ook niet mag beperken tot alleen maar privacy. Je moet ook doordenken. Hoe erg is het nou als iemand alles van mij weet? Nou ja, ik weet niet precies of het erg is. Maar wat ik wel erg vind, is dat ik niet weet wie wat van mij weet. En dat hij in ieder geval de mogelijkheid heeft om iets met die kennis te gaan doen. Als jij niks met kennis wil gaan doen, dan heb je ook niks aan de kennis. Stop dan ook mee. En zo moet je een beetje doordenken. Als je het hebt over privacy, dan moet je denken over, ja, maar wie gaat er wat mee doen? Waar liggen die verantwoordelijkheden? En als je op die manier naar de wereld kijkt, dan moet je wel vragen gaan stellen over discriminatie. Nou ja, goed, we hebben net nog in Amerika zo'n relletje gehad, de vrijheden. En wat er nu gebeurt in Rusland, ik vind dat je dat ook in een breder kader moet zien. Welke les kunnen we trekken uit Rusland? Nou ja, in ieder geval, de wereld is niet zo vriendelijk als wij in Nederland denken. En het tweede is, Rusland leert ons de lessen van propaganda, misinformatie. Ik heb het eigenlijk nog nooit zo meegemaakt. He, dat je hoort van Rusland, die gaat naar de grens van Oekraïne omdat de Russen in elkaar geslagen worden. En dan grijpt ze in omdat de Oekraïne. Nou, ik denk van, hé, maar wie heeft er nou eigenlijk gelijk? De lessen van Rusland vertellen ons dat we in een wereld leven die misschien wat minder vriendelijk is dan wij in ons witte gebiedje zouden denken. En dan gaat je ook denken over andere patronen. Nou, dit is een kaartje van de uitgaven aan Defensie. Dat blauwe blok, daar rechts, dat zijn de Verenigde Staten. Links heb je 2, 4, 6, 8, 10 landen bij elkaar die net zoveel uitgeven. Een beetje gek, zou je zeggen. Als je kijkt naar de uitgaven van Defensie, ik denk van, hé, Amerika is hard op weg om een enorm leger op te bouwen, nog groter dan dat ze hebben. Als je kijkt naar het percentage van de uitgaven in hun binnenlands product, dan lijkt het zelfs af te nemen. Dat is wel heel gek. Dus een land dat zoveel uitgeeft en toch eigenlijk nog minder uitgaven heeft, daar kun je wel vraagtekens bij gaan zetten. Want binnen Amerika zeggen ze in ieder geval, wij geven helemaal niet meer uit aan uitgaven, ons BNP wordt gewoon groter. Met dat beeld van wat je kan hebben, hè, dat als je dus kijkt naar de wereld, niet vanuit de wereld is lief en aardig, maar er zitten ook wat mindere kantjes aan, dan kun je er alles bij gaan denken. En dan moet je afvragen, is dit wel wat wij, is dit hoe wij willen dat de wereld eruit ziet? Trouwens, ik zag ook dat Amerika 2/3 van alle vliegdekschepen heeft en de rest van de wereld andere 1/10. Nou, hartstikke mooi natuurlijk. Maar vliegdekschepen zijn hartstikke groot. En even weer een anekdote wat je ermee kan doen. Er was een keertje een wereldleidersconventie, zoiets als dit, alleen al iets groter, ergens in Italië. En alle wereldleiders die gingen naar hun hotels toe s'avonds en die dronken nog wat in de bar. George W. Bush die pakte zijn helikopter en die vloog naar het vliegtuigschip dat in de haven lag. Moet je je voorstellen dat je een stadje hebt en een enorm schip wat gewoon 2 flatgebouwen groot is. Nou, dat straalt me 1 ding uit. Macht. Ik heb de macht om zo'n schip in bedrijf te houden. Oké. We gaan richting de privacy toe. Maar dit is wel even het kader wat ik graag wil scheppen. Snowden heeft ons een wake-up call gegeven. En daar moeten we. En het geeft momentum en het geeft aandacht. En wat moeten we ermee doen? Dit is zijn legacy, als je het zo wil noemen. Als je het hebt over privacy, dan merk je dat het een lastig onderwerp is. Mensen weten niet precies wat het is. Mensen vinden het ook helemaal niet leuk. Eén grote klacht is, mensen zijn zich niet bewust van hoe belangrijk het is. Ik denk dat Snowden in zijn eentje met zijn onthullingen ervoor heeft gezorgd dat de kennis van de voorlopers, de kleine club mensen die hier in de zaal zit, is geschoven naar de grotere massa.
Dit is trouwens een plaatje van de adoptie van de innovaties. Je hebt altijd wat mensen die zijn de eerste erbij die nieuwe gadgets willen hebben tot uiteindelijk de volgers. Dit werkt ook zo met ideeën. En het idee dat privacy belangrijk is, nou ja, dat heel erg hier bij wat activisten, wat hackers, wat mensen die het doen voor hun werk, zoals ik dan. En uiteindelijk in één ruk naar de grote massa. In ieder geval kan je niet meer ontkennen dat het er is en dat het belangrijk is. En zo kijkt de overheid naar het thema. Hoe staan wij ervoor in Nederland met onze privacy? Het thema van mijn bijdrage is het hoofdpijndossier privacy. Nou, dat leek wel een toepasselijk plaatje. De overheid gaat, vind ik, niet zo heel goed om met onze privacy. Ik laat hier bij deze klacht, want ik wil ook proberen te verklaren waarom de overheid niet goed omgaat met de privacy. Het grote plaatje heb ik net geschetst, de grote mondiale bewegingen. Maar als je kijkt naar de overheid die niet goed omgaat met privacy, dan kom je hier een beetje op. Waarom kun je merken dat de overheid niet goed omgaat met privacy? Nou, dan heb je het over een toch wat krampachtige houding over het losgeven van informatie. Het gaat voor deels om open data, het gaat ook om de inzageverzoeken, de wet openbaarheid bestuur, waar 2 weken geleden Brenno veel over praatte. Maar je ziet ook een kleine dingen als ZZP'er, wat mijn juridische ondernemingsstatus is, dan krijg je, net zoals ieder bedrijf, een BTW-nummer. Wat is dan makkelijker om je BSN, je burgerservice nummer, te gebruiken als je BTW-nummer? Super, dat is mooi gekoppeld aan de persoon. Ach ja, trouwens, wel grappig, want op de site www.kvk.nl, ja, dus de site van de Kamer van de Koophandel, dan kun je gewoon al die gegevens zien. Nou ja, dan heb je dus, als je weet hoe mijn bedrijf heet, dan kun je zien, kun je mij googlen, dan kun je mijn BTW-nummer zien, dus je hebt ook meteen mijn BSN-nummer. En dan misschien ben ik ook nog geregistreerd op mijn woonadres, is mijn bedrijf daar gevestigd. En dan zou je zomaar van 700.000 ZZP'ers in ons land en BSN en huisadres hebben. Nou, top! Als je het hebt over schenden van privacy. De overheid had ook nog het idee om dat te gaan doen met een rijkspas, een rijkstoegangspas. En weer is het makkelijk om die pas in het BSN te gebruiken om iedereen te identificeren. Op dit moment is er een parlementaire commissie plaats die doet onderzoek naar gefaalde IT-projecten. Ze hebben 6 projecten bij de kop gepakt en ze vragen zich af hoe kan het toch zijn dat die projecten niet helemaal goed verliepen. Trouwens 5 van de 6, eentje is wel goed gegaan. 2 van die 6 of 3 gaan hebben een duidelijke privacy component en eentje daarvan is het EPD en de andere is er over chipkaart. En waarom is dit interessant? Niet dat het projecten zijn waarbij privacy een rol speelde. Nee, ze zijn keihard gestruikeld over privacy. Nou, en dat zijn allemaal indicaties dat je kan zeggen, de overheid gaat helemaal niet zo goed om met die privacy. Je had een vraag voor zijn. Ja, dat is dat BSN-nummer dus via de Kamer van Koophandel door iedereen op te vragen. Ja. Is het openbaar dus? Dat is openbaar gisteren, ja. En ja, misschien moet je van uiterecht zo'n... Het is je BSN-nummer. Je burgerservice-nummer is niet op te vragen bij de KVK. Nee, sorry. Het is af te leiden uit het... Het is af te leiden uit het nummer. Komt een B01 recht. Oh, dankjewel. Ja. Ja. Nou kijk, het gaat even om het idee. Ja. Van iemand heeft dus, dus al dat voordeel, maar iemand heeft besloten om het op deze manier te doen. Er kunnen allemaal goede redenen voor zijn, maar het is er en het is onwenselijk. Maar we krijgen dan over tegenstrijdige informatie. Ja, dat klopt denk ik. Het heeft allemaal geleid tot in 2011 kan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, die maken ontzettend mooie rapporten, soms wel wat lijver, met een rapport e-overheid. En die zeggen, de conclusie is even kort samengevat, de vraag was van hoe heeft de overheid haar informatiehuishouding ingericht? Nou, het is een behoorlijke kluwe en eigenlijk weten we niet precies wat erin gebeurt. Het werkt. Maar wij zijn niet meer in staat om het geheel te overzien.
Als je kijkt naar het burgerservice-nummer, om daarop in te zoomen, het wordt in tientallen organisaties gebruikt als identificerend nummer. Zo, even afkoelen. Het is tijd voor wat bezinning en na te gaan denken over de vraag, hoe kan het dat een overheid die met onze belastingbijdrage ruimhartig wordt voorzien van middelen, waar ontzettend slimme mensen werken, waar een jarenlange traditie is van automatisering, informatisering, processen, etc. Hoe kan het dat zo'n organisatie toch niet goed erin slaagt om onze privacy goed te borgen? Nou, daar heb ik eens goed over na zitten denken. En ik denk dat er wat fundamentele aannamen in ons denken zitten die ervoor zorgen dat het antwoord op die vraag is, of dat het leidt waartoe we nu zitten. Aannames en denkkaders. En wat ik wil is dat we begrijpen wat het probleem is. Als je begrijpt wat het probleem is, kun je er wat mee doen. Laat ik mee beginnen met dat ons denken heel erg wordt gekleurd door onze plaats in de wereld. Nou, heb ik net al gezegd, Nederland veilig in tussen Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk. Mensen komen wel naar ons. Hè? We zijn veilig en daarom zijn we ook helemaal niet, wij voelen ons niet bedreigd. Wij vertrouwen onze overheid. Dat is hartstikke mooi natuurlijk. En daardoor is het mogelijk dat er allemaal keuzes worden gemaakt waarbij je vraagtekens kan zetten. Verder, en dat is wat meer filosofisch van de aard misschien, maar wij denken lineair. De uitspraak, ja maar het is 2014, het kan toch niet zo zijn dat dit in 2014 en dan wat er dan ook gebeurt, vul het zelf maar in. Dat is een manier van denken, dat je denkt dat bij alles wat we doen, alles bijdraagt aan een betere wereld. Misschien klinkt het een beetje abstract, maar als je kijkt naar IT, iedere uitgave, iedere nieuwe computer, iedere chip, zorgt ervoor dat onze wereld weer een klein stukje beter wordt. Toch? Dat is de aanname. Nou, ik denk dat Rusland ons heeft laten zien dat je ook weer in één stap 30 jaar terug in de tijd geplaatst kan worden. Dat lineaire beïnvloedt ons ontzettend. En het kan dus ook zijn dat je dus als je op de verkeerde weg zit, dat je daar dus gewoon in doorgaat. Dus bijvoorbeeld je hebt een overheidsproject, dat loopt niet helemaal goed. Wat doe je dan? Je maakt er een groter overheidsproject van. Dat is de oplossing een beetje. Oh ja, en ook nog een hele mooie, is wij denken soms op de verkeerde abstractieniveaus. Want ik heb het over de overheid. Maar wie is de overheid dan eigenlijk? Nee, laat het hebben over overheden, bijvoorbeeld. Je kan niet praten over de gemeente. Nee, we hebben 403 gemeentes in ons land. Met allemaal afdelingen, met allemaal ZBO's, samenwerkverbanden. We hebben het is een ontzettend complex geheel, de overheid, ik geloof een paar duizend entiteiten, onderverdeeld in subonderdelen en zo. En daarom vind ik dat als we het hebben over de overheid, moeten we losgaan van het idee de overheid. De overheid bestaat uit ambtenaren. Dat wisten jullie wel, toch? Ja. Maar wie is dan een ambtenaar? Een ambtenaar is een persoon die beperking heeft, net als iedereen. Als je er op zo'n bril naar gaat kijken, dan moet je eigenlijk niet denken als de overheid, als in de alleskunnende, probleemoplossende organisatie. Nee, dan heb je dus over je buurman. De overheid kan jouw buurman zijn, die aan de knoppen zit. Dus als je de vraag stelt, vertrouw ik de overheid, moet je eigenlijk de vraag stellen, vertrouw ik mijn buurman met mijn spullen? Ik denk dat je dan heel anders gaat kijken naar de zaken. Discussie wordt slecht gevoerd en je moet breder kijken. En hoe vertaalt zich dat nou? Want ik wil dat jullie blij weglopen. En dan moet je toch uiteindelijk toegaan naar het punt dat je zegt van oké, maar hoe gaat het nou concreet in zijn werk en waar kan ik wat bijdragen? Ik wil inzoomen op twee aspecten in dat hele speelveld die verklaren waarom dingen niet goed gaan. En daaruit kun je meteen ook destilleren wat je wel kan doen. Er zitten in onze manier van denken en hoe wij onze processen en denken hebben ingericht, zitten wat weeffouten eigenlijk. Als je het hebt over privacy en privacybescherming, zijn er twee zaken die bijna inherent leiden tot beschadiging van privacy. En de ene is besluitvorming en de andere is
management en dan met name projectmanagement. Laten we gaan inzoomen allereerst op besluitvorming. Mooi plaatje van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer, laten we het even zien als hoogste orgaan in ons land als het gaat om besluitvorming. Wie nemen besluiten? Welke besluiten nemen ze en waarom nemen ze besluiten? Dat is te verklaren met het idee van de agendavorming. Als je een besluit neemt, dan kun je een keuze maken. Nou, dan moet je wel een keuze krijgen die je wordt voorgelegd. En uiteindelijk wordt het dan een wet. Dan zit ik te pointen. Hier hoef je verder niet op in te gaan. Maar als je kijkt naar het proces van, eigenlijk is de vraag van hoe komen wetten tot stand? Nou, het begint ermee dat iemand zegt van, hey, er is een probleem. En dat kan zijn dat er boeven op straat lopen, kan zijn dat zieken niet verzorgd worden, kan zijn dat wegen niet onderhouden worden of zo. Uiteindelijk, je moet je eisen, wensen en verlangens moet je naar voren brengen. En wat je hier ziet, dat is een systeemmodel van het proces. En deze vind ik wat interessanter, dat is het barrièremodel. Dat zegt eigenlijk iedere stap van een probleem tot een oplossing. Bij iedere stap moet je een bepaalde barrière overheen. Je moet voldoende gewicht in de weegschaal zien te leggen om uiteindelijk naar je volgende level te komen. Dus je moet eerst je eisen, wensen en verlangens articuleren. Dan moet dat vertaald worden naar het politieke systeem. Het is heel leuk dat wij hier allemaal vinden dat er iets moet gebeuren, maar het is uiteindelijk de politiek, hè, die 150 mensen in de Kamer, die hun hand mogen opsteken en zeggen, we doen deze wet wel en we doen deze wet niet. Ja, dus je hebt een politieke agenda, dan moet een besluit genomen worden, dan wordt het een wet of een maatregel. En het is een behoorlijk traject. Een normaal wetsverloop, daar zit gewoon een paar jaar tussen. En hoe verhoudt zich dit nou met privacy? Nou ja, privacy is niet echt concreet te maken. Dat is een beetje het probleem. Eisen, wensen en verlangens. Ik wil een oplossing van het probleem. En dan krijg je een soort bezweringsformule. Maar de oplossing moet wel conform binnen de geldende wet en regelgeving zijn. Er moet wel zorgvuldig worden omgegaan met onze persoonsgegevens. Ja, zegt iedereen. Ja, natuurlijk, dat willen we. Zorgvuldig met onze persoonsgegevens. Nou, daar maken we dan een politiek iets van. Net op de agenda. En de minister zegt van, nou, ik heb hier een wetsvoorstel. En dan gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens. En dan besluit je, hartstikke mooi, daar heb je een wet. Nou, ik weet of jullie wel eens een wet hebben bekeken. Maar als je kijkt naar de wet bescherming persoonsgegevens. Die heeft wat punten die niet hard zijn. Die niet concreet zijn. Een wet zegt bijvoorbeeld niet hoe een individuele medewerker moet zitten achter zijn computer. Als je het over bijvoorbeeld de wet kan zeggen, we geven een bevoegdheid alleen maar aan mensen die daar een adequate opleiding voor hebben. Nou, prima. Welke medewerker, wat moet die doen, wat mag die wel, wat mag die niet. En uiteindelijk moet het helemaal vertaald worden tot uiteindelijk een autorisatiematrix moet ingeregeld worden. Je moet een pasje krijgen of een token. Dus vanaf het moment dat die wet klaar is, dan ben je nog maar, als dit 3 jaar duurt, tel hem nog maar eens een keertje 3 jaar bij op. Al die tijd de wens van die zorgvuldige omgang, tot uiteindelijk de implementatie, privacy sneuvelt ontzettend makkelijk. Maar ook als onderwerp, hè, wat ik zei, van, het is dus lastig concreet te maken. Nou ja, een minister die als taak heeft, hij is aangenomen, hij is niet gekozen, maar hij is aangesteld om een bepaalde portefeuille te beheren. Wat is zijn taak? Die portefeuille beheren. Wij hebben geen ministerie van privacy. Nee, het is overal een onderdeeltje van. Maar bij VWS willen ze betere zorg hebben. Bij Veiligheid en Justitie willen ze het justitiële apparaat verbeteren. Iedereen zit op zijn eigen onderwerp. En dat is logisch, want daarom word je afgerekend. Er zal geen minister kunnen zeggen tegen de Kamer, het regeerakkoord, daar hebben we afgesproken dat ik dit zou opleveren. Dat heb ik niet gedaan, maar de privacy is verbeterd. En dat de Kamer gaat staan en zegt, jij mag blijven. De rest weg, maar jij mag blijven. Dus het is heel makkelijk om privacy te laten sneuvelen. En dat vraagt dus ook, als je kijkt naar de lobby
zeg maar, rondom ieder wetsvoorstel, de hele lobbyclub, die zullen dus iedere keer bij iedere stap zichzelf weer moeten organiseren, duidelijk moeten krijgen wat nou precies veranderd moet worden aan het wetsvoorstel om uiteindelijk recht te doen aan die privacy. We hebben hier niet vergeten, in een ministerie heb je een paar duizend mensen met een enorme kracht. Dat hebben we zelf betaald via onze belasting en zo. De tegenlobby, of de kritische lobby, als ik het zo mag zeggen, bestaat nog groter uit vrijwilligers, onderbetaalde krachten, liefhebbers, et cetera. Daar zit een ongelijkheid bij. Dus als er iets misgaat, het moet echt goed misgaan, wil je het hele land in verzet zien te krijgen. Dat klinkt een beetje als ik altijd tegen ben, maar ook het klein beetje bijsturen van een politiek proces kost gewoon ontzettend veel kracht van uiteindelijk allemaal vrijwilligers die ook afhaken en een gezin hebben en wat dan ook. Die worden niet voorbetaald om 40 uur per week te werken aan een voorstel. Als je kijkt naar het besluitvormingsproces en de rol van privacy daarin, de ongrijpbaarheid daarin, dan voel je wel, tenminste ik hoop dat jullie dat voelen, dat privacy op een paar keer echt op een 1-0 achterstand zit. Komt het hier een beetje duidelijk eruit? Ja? En het wordt trouwens nog interessanter als je het hebt over Europese wetgeving. Wat nu speelt met Europese verordening, ik weet niet wat jullie daarvan hebben meegekregen, maar tussen nu en 5 jaar ergens, dat ligt er maar aan hoe positief je erover bent, komt een nieuwe Europese data protection, een privacy verordening. Ja, daar is het hele lobbycircus opgedoken. En dat heeft te maken, omdat het gaat om de omgang met privacy. Dat is gewoon een heel spannend traject, ook omdat er een enorme lobby is. Dus je hebt al die parlementariërs en al die adviesclubs, er komen nog 15.000 lobbyisten overheen. En dan heb je daar clubs als een Privacy First, een Bits of Freedom, een Vrijheid. Het zijn allemaal kleine clubjes, het is allemaal niet zo groot. Oké, meteen een les, wil je dit beïnvloeden, dan moet je daar iets aan doen. Komen we bij de tweede, projectmanagement. We hebben dus een wet, we hebben dus een wet en een maatregel en dan gaan we hem implementeren. Nou, en dan kom je bij projectmanagement. Ik zat even te kijken naar de tijd waar we staan begonnen, dus dat kan nog leven. Projectmanagement, wat is dat? We hebben een plan en dat moet uitgevoerd worden. En de volgende die we daarvoor kiezen is projectmanagement, wat eigenlijk niet zo is van je hebt een staande organisatie, daar vormen we een projectgroepje in, die geven een vastomlijnde opdracht, middelen, tijd, geld, wenskracht. Een project mag vaak ook iedere maand even opdragen om met de stuurgroep te praten of met de opdrachtgever van hoe gaat het nou eigenlijk. En uiteindelijk projecten die stappen even uit de organisatie, die doen hun ding en die geven het weer terug aan de organisatie en de organisatie is verbeterd. Nou, top, hartstikke effectieve methode. En dan heb je daar Dilbert en iedereen vindt het leuke plaatjes van Dilbert, omdat hij altijd zo kan zeiken op hoe we met elkaar werken in organisaties. Het is te complex, we maken het nog complexer. Oké. Als dit de manier is om te omgaan met projectmanagement, en ja, zo gaan we om met projectmanagement, met projecten, wat doet dat dan met privacy? Ja, verplaats je in de rol van een projectleider. Je bent een projectleider. En je hebt thuis 2 kinderen, je hebt een huis, je hebt belangen, je bent trots op je baan. Oké, en je krijgt een opdracht. En de opdracht is, regel dit, wat het dan ook is. En dat kan zijn van camera's, cameratoezicht, tot proces hier, tot bedenk het maar, maak het uit, je krijgt die opdracht. Wat doe je als projectmanager? Je gaat scopen, je gaat bepalen wat ga ik opleveren. En waarom doe je dat? Je zet hem straks neer, omdat je een effectief project wil opzetten. En wat je dan doet is, je gaat bouwen aan zekerheden. Zo, ben ik te verstaan?
Ook achterin? Ja? Oké. Okay. Okay. Ja. Okay. Maar in ieder geval zijn projectmensen die probeert onzekerheden uit te sluiten. Nou, als je dan denkt van wanneer kun je iets zeggen over privacy, wanneer is iets goed? Dat is eigenlijk aan het eind van een traject. Eigenlijk als je, pak even deze erbij, als zo'n wet helemaal is uitgevoerd, of als de plannen er liggen, dan pas kun je echt zeggen, is dit nou goed of is dat niet goed? En dan zit je daar als projectleider die een opdracht heeft en die onzekerheid die privacy met zich meebrengt. Het is ongrijpbaar, het is moeilijk, het is lastig. En wat doe je dan? Dan ga je, je wil zoveel mogelijk onzekerheden uit je project hebben. Iedere onzekerheid namelijk kan leiden tot vertraging in je project. Je gaat, het duurt langer, het kost meer, je krijgt gedoe met je omgeving. Met je opdrachtgever, want die heeft gezegd van regel dit, je krijgt een miljoen en niet klaar. Dus een projectleider die probeert alles wat te maken heeft met privacy zoveel mogelijk uit zijn project te halen. Maar het zit er wel in. Oké, prima. Je moet wel voldoende aan privacy, denk maar even aan bewaartermijnen, beveiliging, opslag, opleiden van mensen, dat soort dingen zo. En dan hoe verder je gaat, dan kom je erachter dat op een gegeven moment iets niet klopt in je project. Nou, dat gebeurt, hè. De wereld is net iets anders, iets kan wel, iets kan niet. Dan zegt die projectleider, hey, dat betekent, we hebben nu een change, een verandering op ons op ons project. Het is anders dan dat. Dus hij schrijft het op. Er verandert iets, goede reden. Het beste opdrachtgever. Ik wil mijn project veranderen. Als het kan, dan is het hartstikke mooi. Kan het meegenomen worden in het project. Maar grote kans dat dat wordt gepakt, op de stapel wordt gelegd voor aan het eind van het project. In die tussentijd. Het is alles wat te maken heeft met. En als het dan te maken heeft met privacy, dan heb je dus iets belangrijks, iets relevants voor privacy. Dat je achteraan het project. En dan moet je maar hopen dat er nog genoeg tijd en geld is om het daadwerkelijk ook op te pakken. Ik heb wel eens gehoord, ik ben niet zo daarin. Maar een hele belangrijke, relevante vraag voor privacy is: kun jij gegevens verwijderen uit een systeem? Dat is trouwens je recht, hè? Als je mag gegevens opvragen en als dat niet blijkt te kloppen, dan mag je het veranderen of het mag verwijderd worden. Als jij nu een nieuw systeem aan het bouwen bent met allemaal databases, dan kun je nog geen verwijderknopje bouwen. Omdat je nog niet weet hoe het eruit gaat zien. Dat betekent dat je, als jij een project, pas als jij in het eindstadium bent van een project, van een IT-project, dat je dan pas kan zeggen hoe je gegevens moet verwijderen. Nou, dat is helemaal niet erg. Ik bedoel, dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Maar als een project 7 jaar duurt bijvoorbeeld, 7 jaar lang heb je gegevens in je systeem staan die pas in 7 jaar verwijderd kunnen gaan worden. Nou ja, dat vind ik best wel een probleem. Dus wat je dan ziet, wat ik hiermee probeer duidelijk te maken, is dat in hoe wij onze besluitvorming hebben ingericht met die agendavorming en ons projectmanagement uitvoeren met die reductie van onzekerheden, dat het eigenlijk inherent niet positief werkt in relatie met privacy. En het vervelende is ook, die bestuurder, die besluitvormer, maar ook de projectmanager, die hebben volkomen gelijk. Er zit een bepaalde logica achter. Als een projectmanager zegt van, beste opdrachtgever, ik heb privacy buiten scope gezet. Ja, hoe dat kan, ik weet het niet. Hoe kun je nou. Maar goed, prima. Er zijn mensen die zeggen van ik heb privacy buiten scope gezet. En zegt de opdrachtgever, nou ja, ik heb inderdaad tijd en geld gegeven om dit op te lossen. Ja, logisch. En dan moet er wat veranderen. En dan zegt hij, heb je meer geld? Nee, jij krijgt niet meer geld. Ik heb niet meer geld. Geld is op. Vanuit bestuurlijke logica hebben ze allebei gelijk. En is het logisch dat privacy buitenspel komt te staan? Goed. En wat heb je dan? Nou, ik noemde al die commissie die onderzoek doet naar IT-projecten. Dit zit er wel achter. Opdrachtgeverschap,
hoe het, welke besluiten worden genomen, wat komt op de agenda en hoe kun je uiteindelijk bijsturen. Als je het hebt, als je al deze, ik hoop dat ik interessante inzichten deel nu en heb gedeeld, omdat ze denk ik wat dieper duiken onder de motorkap van privacy en alles breed in hoe het dan werkt. En ik vind dat we nu we een wake-up call hebben gehad van Snowden, maar eens hierover moeten gaan praten. Ik vind dat je in discussies over privacy, als mensen zeggen van ja, weet je, ik sprak laatst met iemand die zei, weet je, er zou eens wat ergs moeten gebeuren, dan luisteren de mensen wel. En denk van, wat kan er nou erger en groter zijn dan wat nu is gebeurd met de NRC? Ik vind dat we daarvan af moeten. Ik vind dat we nu moeten zeggen, we weten nu wel dat er iets aan de hand is, we moeten wat gaan doen. En dan moet ik even kijken wat er nu nog achter zit. Nou, bijvoorbeeld, consumenten. We zijn allemaal consumenten. Wij hebben een relatie, hè, een van de eerste slides was, wij hebben een relatie met bedrijven. Nou, wij moeten eens maar eens gaan nadenken over hoe wij al in de rol van consument onze relatie met bedrijven willen inrichten. Dit is van Bits of Freedom, die hebben een privacy inzagemachine. Vorige week kreeg ik een brief van bol.com, hele mooie club. Ze geven altijd, zorgen ervoor dat ik heel snel mijn boeken krijg, dus ik bestel daar graag. Maar kreeg een mailtje met, geef ons je verjaardag. En dan krijg je een cadeautje. Nou, ik vier mijn verjaardag nooit, dus ja, dat maakt me niet uit. Maar die was al, ik heb het even teruggekeken, want ik gebruik Gmail, dus ik kan mooi terugzoeken. En dat hebben ze de laatste 3 jaar 6 keer gevraagd. Waarom willen ze mijn verjaardag zo graag hebben? Brief er naartoe. Waarom willen jullie mijn verjaardag? Ik wil dat niet. Stop vragen naar mijn verjaardag. Ik kreeg toevallig van dezelfde club ook een mail dat een of andere band, nou, ik doe nooit wat met muziek, de band Oost, even reclame maken, ik ken ze niet, maar ze zijn ongetwijfeld hartstikke goed, een nieuwe cd heeft. Wij sturen deze mailing omdat u al eerder iets van die band heeft gekocht. Ik ken ze niet eens. Hoppa, naar die site, printen en voor postzegel erop en naar ze toestuur. Laat maar zien wat je in je systeem hebt over mij, want het klopt niet. En niet om die club nou te bashen of zo, maar er klopt iets niet. In de relatie tussen consument en bedrijf vind ik dat je kritisch mag opstellen. En niet altijd van het negatieve en zo. Maar willen wij goed met elkaar overweg gaan, zorg dan dat jij je zaak op orde hebt. Wat kun je nog meer doen? Nou, ik heb een onderzoek gedaan, is gepubliceerd op de Privacy Barometer. Dat is een site over allemaal thema's. En het ging over zorgverzekeraars. Nou, afgelopen jaar was het in november. We hebben allemaal privacybijsluiters van de privacy policies. Hè. Wie leest hem wel eens, de privacy policy? Niemand? Oké, je zou iets moeten doen, want er zitten best wel aardige dingen in. We hebben al die privacy policies van dus de privacyvoorwaarden van die zorgverzekeraars is bekeken en wat zeggen ze nou eigenlijk. Een hele relevante vond ik, dan heb je zo'n hele, als je een contract afsluit met je zorgverzekeraar, dan sluit je een contract af. Dat heeft niks te maken met privacy. Je sluit een contract af, rechten, plichten, voorwaarden, etc. Dat betekent dat als jij een keertje iets hebt, dat je naar ze toe kan stappen en zegt van verzeker mij. Op die site staat dan zo, staan die privacyvoorwaarden en staat dat je kunnen wij doen zo. En dan als een van de slotbepalingen staat, de privacyverklaring kan tussentijds aangepast worden. Kom regelmatig terug op deze site om te checken of die is aangepast. Nou ja, interessant. En helemaal als je bedenkt dat je net een contract hebt afgesloten waarbij je gegevens geeft, hen vraagt om gegevens te verwerken en ze zeggen wij kunnen een belangrijk deel van het contract eenzijdig tussentijds aanpassen. Dat kan niet. Dat is toch gek? Misschien dan met een wettelijke bepaling of zo. Maar als consument moet je daar iets van vinden. Ik ben nu bezig met het onderzoek naar de slimme meter, hè, het digitale kastje wat je krijgt. De slimme meter. Daar zit ontzettend veel onzin omheen. Wie kent de slimme meter? Nou, je hebt nu je kastje in de, hè, dus je gas- en elektriciteitsmeter, wordt gedigitaliseerd, want energiebesparing.
Hoe slim is dat kastje? Super slim, want die gaat straks één keer per twee maanden jouw meterstand doorgeven aan je energieleverancier. Super slim. Wat ze niet vertellen is dat ze eigenlijk dat kastje, hè, die van Eneco, die toon naar binnen willen kruien, waarmee je dus je gebruik kan zien op apparaatniveau. Dat is prima, daar heb ik verder geen mening over. Maar wat ik zie is dat zij zeggen, we komen met een slimme meter, maar dat ding is helemaal niet slim. En dat ze zeggen, van, we willen eigenlijk de energieverbruiksmanager naar binnen kruien. Ik vind, als je kijkt vanuit een marketingbril, de slimme meter veel slimmer klinken dan een energieverbruiksmanager. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik denk van, hé, hier zit een saus marketing overheen die ik als kritische consument niet wil. Nou, artikeltje. We kunnen je hele dagelijkse gedrag, je ritme kunnen ze helemaal mee analyseren. Dat is het grote probleem. Dan pak ik even deze terug, als dat mag van jullie in ieder geval. Als ik kijk naar de slimme meter, die werd ingebracht. Dat was dan een wet. Uiteindelijk is die slimme meter losgekoppeld. Het is nu alleen maar die niet zo slimme meter. Dat was in 2010 of 2011 of zo. En sindsdien is het stil. Want die energieverbruiksmanager, dat is geen wettelijke verplichting meer om de dingen te hebben. Nee, dat is een consumentenkeuze. Hele andere wereld. En dan wil ik ook nog iets zeggen over IT'ers. Het is toch wel IT'ers. IT'ers hebben, het is mijn slotplaatje, dus misschien dat het een zucht van verlichting geeft. Maar uiteindelijk, we willen graag burgerparticipatie. Nou, prima, laten we dat dan doen. Ik heb net al gezegd hoe je kan participeren als consument. Kritisch zijn, hoe moeilijk het is, bewijs wel roken. Een kwart van de mensen rookt en blijft roken. Een groot deel van de mensen zal al hun gegevens op tafel gooien. Maar de mensen die wat anders willen, die moet je alternatieven kunnen bieden. Wat kunnen IT'ers doen? Ik als IT beetje kenner, maar geen IT-specialist, zeg, geef mij alternatieven. Ik denk trouwens dat voor alles wat je gebruikt, een alternatief is dat privacyvriendelijker is. Processen kunnen slimmer, data kan beter gescheiden worden. Ik vind dat hele legioen van IT'ers kunnen bijdragen aan betere bescherming van privacy. Met hele kleine dingetjes. Vertel mij waarom jij een database hebt met 18 miljoen records. Waarom hak je dat niet op in stukken? Is het lek? Heb je 1 miljoen records verloren. Maar 1 miljoen is altijd minder erg dan 18 miljoen. Maak privacy makkelijk. Arjen die vertelde vorige week ook over open source. Als je kijkt, ik gebruik Ubuntu Linux. Dat is hartstikke mooi. Maar we stonden net een half uur te klooien, als ik zo wil zeggen, om die presentatie gemaakt in LibreOffice, open source, naar deze Windows-machine te krijgen. Er zijn ook wat slides. Toch een beetje gesneuveld. Je kan niet verwachten van een simpele gebruiker dat hij echt snapt wat hij doet. Het moet foolproof worden. Privacybeschermende maatregelen moeten simpel worden. Want anders dan leg je een barrière op. En als je een barrière hebt, dan zal een consument kiezen voor het gemak. Dus. En wat zie je daarachter, ook weer in de psychologie, jij als IT'er, ik spreek er even in de kamer, jij als IT'er, wat wil iedereen doen? Iedereen wil heel graag eer van zijn werk hebben. In de IT is dan natuurlijk slimmerheidjes, de kernen benaderen en zo. Maar een soepelheid, waar Apple en Windows toch wel ontzettend in de vooruit zijn, dat is natuurlijk niet zo heel erg technisch gaaf. Dus als je het over drijfveren, en als ik een IT-activist of wat dan ook zou zijn, dan vind ik de technische uitdaging spannend. En niet of een scherm nou makkelijk openscholt of zo. Dus daar zit een soort. Zit er een soort van beperking vanuit de IT-wereld op prijsvriendelijke maatregelen. En als. Ik begrijp het toch niet helemaal. Ja. Nou.
Het laatste wat ik bedoel is, in de, als je kijkt naar een soort een beetje psychologie van de koude grond. Waarom zet je in voor open source? Waarom zet je in voor allemaal communities? Dat doe je omdat je bepaalde drijfveren hebt. Je vindt het belangrijk, je vindt het leuk, of noem maar op. Vaak zijn die motieven ook wel technisch ingegeven. Je wil verder komen, als IT je wil je ontwikkelen. En dan zoek je naar die edge. Ik denk ook dat de hele NRC gebeuren, al die lui die daar zaten, die dus een opdracht kregen van doe dit, hè, dat projectmanagement. Dat die ook wel een soort drive hadden om te kijken, is het mogelijk om het mobiele telefoonverkeer in de grotten van Afghanistan te kunnen tappen. Bijvoorbeeld. Maar het is een fantastische puzzel natuurlijk. En een enorme drijfveer. Op dit moment heeft het team Hypercrime van de politie. Die solliciteren. Die hebben weer een sollicitatieronde. En dat doen ze door een puzzel op het net te gooien. Ik weet niet wie eraan meedoet. Maar vang de boef. Nou, 5000 mensen doen eraan mee. 400 halen de eindstreep. En waarom doen mensen mee? Omdat het een puzzel is, het is een uitdaging, we willen uitgedaagd worden. Nou ja, en waarom zou ik met al mijn kennis zo'n domme consument gaan helpen om iets makkelijk te installeren? Ik heb het niet nodig. Nou, en daar zit dus een soort drijfveer of een reden om, of een barrière om uiteindelijk minder vanuit de consument te denken. Het probleem is ook wel een beetje dat de techneuten, zeg maar, die bijvoorbeeld zulke open source producten maken, die hebben zoiets van het werkt toch. En vervolgens de ontwerpers die daar op in willen haken, maar dan vervolgens eigenlijk niet die technische kennis hebben om die interfaces te verbeteren. En dan toch in een beetje andere wereld leven. En je hebt echt, er zijn weinig mensen die dan zeg maar beide gewoon echt goed kunnen. Dat maakt het, dus er zijn ook wel andere mensen, ontwerpers die het graag beter willen maken. Niet de mogelijkheden. Ja, ik geloof, er zitten allemaal remmingen in. En het is natuurlijk makkelijk als je in een bedrijf zit, want dan kun je, dan werk je samen in een team. Of je, nee, ik moet zeggen, ik als baas van een bedrijf, ik betaal ervoor dat jullie twee in één team gaan zitten en het oplossen. Open source heeft enorm grote voordelen, maar je kan niet zeggen, van dit gaan we oplossen. Het is toch vrijwillig. En vrijwillig, dat betekent ook dat je kunt zeggen, nee, ik doe het niet. Nee, ik ben alleen geïnteresseerd in de techniek bijvoorbeeld. Nou, om hem af te ronden, burgerparticipatie heeft ook een politieke component. Want zoals ik zei, van de overheid bestaat uit 700.000 mensen die keuzes maken. Het politieke proces is ook wordt gevormd en gevoed door mensen, door keuzes. Wij kunnen het nog zo eens zijn in het zaaltje, maar als niemand de mensen die uiteindelijk in Den Haag of ook hier in de gemeenteraad uiteindelijk vertellen wat zij moeten doen, hen beïnvloeden, of wat voor manier dan ook, dan gebeurt er gewoon niks. Ja, dan zijn wij het met elkaar eens. Maar uiteindelijk, het moet effect hebben. En hoe doe je dat nou? Nou, dan heb je allemaal mogelijkheden. Je kan praten, maar daar moeten we vanaf. Dat vrijblijvend praten en het roerend met elkaar eens zijn, naast noden moeten wij kant kiezen. En die kant is, ik wil niet zeggen, ben je voor of ben je tegen, maar hoe ver ga je? Die participatieladder, een begrip vanuit bestuurskunde, zegt, nou, je kan actief deelnemen. Nog een stap verder is stemmen natuurlijk. Je kan naar dit soort bijeenkomsten gaan en mensen die andere mensen voeden, tot uiteindelijk actief lid worden van een politieke partij, jezelf verkiesbaar stellen en et cetera en zo. Je hebt allemaal vormen om te kiezen, maar het enige wat je niet meer mag doen, dat is een politieke uitspraak, dat weet ik, is thuis blijven zitten en maar een beetje praten en klagen aan de koffiemachine. Daarvoor zijn de verschuivingen die er zijn en de vraagstukken zijn gewoon simpelweg veel te groot. Actief worden op wat voor manier? Wat is nou de meest makkelijke manier? Dat is doneren. Er zijn mensen die er hun beroep van hebben gemaakt. Denk even aan de Bits of Freedom, de Privacy First. Maar ook hier mensen die zich inzetten om hier een activiteit te organiseren. Doneren aan dat soort mensen. En dat kan met geld en dat kan met tijd.
En als jij een keertje, want jullie kennen dit, hè, jullie hebben al het verhaal, neem er mee naar huis wat je mee naar huis wil nemen. Maar als iemand erover over begint, dan kun je zeggen, hey, laat ik nu een uur van mijn tijd doneren om boodschappen die ik heb meegekregen, om die mee te geven. Als je veel weet van techniek, ga dan ergens in een zaaltje zitten en laat mensen komen en doneer tijd. Maar doe dat niet voor niks. Als we ook weer even over de psychologie. Ik wil je wat vertellen over privacy. In ruil daarvoor wil ik dat jij je verdiept in het onderwerp. Of wil ik dat jij je firewalls controleert. Of wil ik dat jij, nou, et cetera en zo. Privacy is vaak gratis en vrijblijvend. En ik vind dat dat niet mag zijn. Want er is niet altijd geld aan te hangen. Maar het is zeker niet voor niks. En daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Met een beroep op de burgerparticipatie in alle vormen en maten wil ik mijn presentatie afsluiten. Tot opluchting van misschien velen. En vragen of er nog vragen zijn. Geen vragen? Ik heb misschien... Ja. Straks noemde eerder van wet naar werkvoer. Ja. Er komt een wet maatschappelijke ontwikkeling op, ja, ons af. Wij coaches, alles wordt binnen... Bij professionals, ja, alle dossiers komen bij elkaar. Ja. 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 Nou, dat is een hele andere. De wet maatschappelijke ontwikkeling is... of ondersteuning, wat is die? Er komt heel veel op de gemeentes af. Allemaal wetten in het sociale domein. En dat betekent dat de gemeente steeds belangrijker wordt. He, ze waren eerst even bot gesteld, verantwoordelijk voor wegenonderhoud en paspoortuitgifte en dat soort zaken. Maar de ambtenaren die werken bij de gemeente, die krijgen straks bevoegdheden. Die mogen geld gaan verdelen en die kunnen dus heel veel, die maken keuzes die uiteindelijk mensen raken. Als je kijkt naar de discussie rondom de omgang, de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens in dat sociale domein, dan is er op dit moment eigenlijk bij één conclusie te trekken. We weten het nog niet. Nou, die wet die komt met de overdracht van de verantwoordelijkheden, de organisatie moet draaien en zo. En ik vind dat het is gewoon heel spannend. Er wordt hard aan gewerkt, maar het wordt wel heel spannend. En de gemeente wordt belangrijker. Nou, en wat kun je daaraan doen? Want dat is wel iets. Je kan niet voor lief nemen dat bijvoorbeeld zo'n... Je kan vragen om concrete uitwerkingen. Die plannenmakerij die heeft het over zorgvuldig omgang en et cetera. En zo, één gezin, één plan, dat soort dingen zo. Maar je kunt de vraag stellen... Nou, beste gemeente, betekent dit dat... kunt u mij garanderen dat niemand anders bij mijn dossier kan dan alleen de mensen met wie ik samenwerk? Hoe heeft u ingeregeld dat mijn gegevens niet worden doorgespeeld aan iemand anders? Hoe heeft u de beveiliging op orde? Hoe heeft u, nou, et cetera. En zo kun je hele concrete vragen stellen. Als je vraagt van, heeft u, hoe is het geregeld met de privacy? Je zegt, ja goed. Ja, ja, nou, dat is niet, het is niet zo. Hè. Dat is, op dit moment is het gewoon niet zo. Dus er komt heel veel op af. Nou, dat betekent dat we heel alert daarop moeten zijn. Ja, dat is de vraag wat je kunt doen. Want ik las laatst dat... Heel veel gemeentes die maken het gebruik van Windows XP. Ja. En sommigen die hebben dan kennelijk met Microsoft een onderhoudscontract afgesloten, maar per definitie is Windows XP onveilig vanaf 8 april. Ja. Maar gemeentes werken tegen, met andere woorden, dan kun je nog praten, ja, of dat de systemen goed en veilig zijn. Ja. Maar dat vertrouwen, ja, heb ik er dan niet meer. Oké. Iemand. Of iemanden hebben besloten dat het slim was om XP te blijven gebruiken. Dat is een vraag natuurlijk. Nee, goed. Het is er. Het is er. Of ze hebben besloten om er niks aan te doen, of ze hebben besloten om er wel wat aan te doen. Of ze hebben niets besloten. Ze hebben niks gebruiken nog steeds. Ja, ja, ja. Dat is wat ik bedoel. Oké, maar of het is bewust gedaan, of het is niet bewust gedaan. Maar dan moet je serieus gaan afvragen. Of er is gewoon geen geld. Dat kan natuurlijk. Nee, maar daar ben ik niet mee eens. Nee. Het is al jaren bekend en wacht is ook een actie. Ja, ja. Er is een... Oké, maar als je zegt van ja, maar het is gebeurd en nu zitten we ermee. Of ja, er was geen geld. Nou nee, dat vind ik niet. Er zijn bewuste keuzes gemaakt.
Of er is, of je had het niet in de gaten, dan kun je vragen stellen over de competentie van de mensen die de keuze zouden moeten maken. Of er is een bewuste keuze gemaakt en dan kun je alleen maar constateren dat er misschien niet een verstandige keuze is. Maar er is een keuze gemaakt. Geld is niet het probleem, want als geld het probleem is, dan moet er ergens geld, het gaat om allocatie, dan hadden ze iets anders moeten kiezen. Maar als je zegt van ik kies voor onveilige systemen, nou ja, dan ben je toch. Ja, maar ik denk niet dat die keuze is, ja, ik kom uit het bedrijfsleven, maar goed, daar merk je botweg dat de keuze wordt gemaakt vanuit managementniveau voor een werkend systeem. Als het maar werkt, dan is het goed. En als het niet werkt, dan is het fout. Oké, en dat is het. Bang in een veranderingsproces dat op een gegeven moment dingen niet meer werken. En dan doet men het maar liever niet. Ja, dan kun je zeggen misschien wat. Oh ja, nee, dat klopt. Ik herken het. Ik herken de reflex. En dat is dan weer, ja, dan pak ik weer dat plaatje van de agendavorming. Ik wil een systeem dat werkt. Punt. Ja. Maar het leidt ertoe tot onveilige situaties. Ja. En dat wil je niet. Had het voorkomen kunnen worden, weet ik niet hoe het zit met dan met XP, maar je kunt je wel vragen stellen over onderhoud, over tijdig vervangen, hè, dus je portfolio. Het is een complete organisatie, laten we dat niet vergeten. Het is een complete organisatie rondom de verwerking van persoonsgegevens. Gegevens, überhaupt. Nou ja, kom op zeg. En persoonsgegevens, daar zitten behoorlijk stevige wetten aan vast, tenminste als je ze goed toepast. Dus hoe het ook kan, wat ik heb geprobeerd in die presentatie is een beetje een antwoord te zoeken en te vinden op de vraag waarom? Waarom worden er nu nog computers met XP gebruikt? Wat heeft een reden die verklaarbaar is, maar wel ongewenst? Als het ongewenst is, dan moet je daar iets mee doen. En dan kun je niet zeggen de gemeente heeft dit of dat. Nee, dan is het best raadslid. Hey, beste raadslid, ik zie dat je in de raad zit. Ik heb een vraag, ik heb een klacht, ik stuur een mail, ik ga naar een inspraakavond, ik word lid van een politieke partij, ik stel mijn kennis ter beschikking ofzo. Het kan niet zijn dat er dingen gebeuren die we niet willen. Als dat zo is namelijk, dan plaats je jezelf buiten de ontwikkeling. En dan stop je met de wereld vormgeven hoe jij dat wil. En dan zeg je dus, dingen gebeuren, dat is goed. Maar dan maken anderen de keuzes. En die maken dus blijkbaar, even heel flauw gezegd, de verkeerde keuze. Nou, en als je het beter weet, dan moet je wat doen. Ik ben wel heel idealistisch. Nee. Ik denk aan de praktische uitvoering. Ik ben niet meer eens dat het idealistisch is. Want waarom zou het idealistisch zijn? Nou, ik heb al een keer iets dat ik dacht van, nou, dat moet ik melden. En toen moest ik heel veel moeite doen om te melden. En uiteindelijk is me het gewoon niet gelukt. En waar melden? Even. Nou, ik had ontdekt dat op internet voor jaren terug dat daar criminaliteit plaatsvond. Yeah. Dat ze op een hele slimme manier bezig waren. En toen had ik echt moeite moeten doen om dat ergens te melden. En uiteindelijk ben ik van het kastje naar de muur gegaan. Ja. En toen heb ik gedacht, nou ja, het zal wel. Ja. Nou, dit is een beetje wat ik zei van hoe moet het ingericht worden. Dat zo'n melding is relevante informatie voor het functioneren van het systeem. Dat moet ingericht worden. Nou, nu hebben we meer mogelijkheden, dat is ook een grote verschuiving natuurlijk. We hebben nu meer mogelijkheden om je stem te laten klinken. Ja, je gooit het op Twitter. Ja, je probeert een melding te doen, hoppa. Zoiets. Ja, nee, maar dan heel flauw. Dan heb ik toch zoiets van, liever toch een beetje anoniem. Oké, nou, dat snap ik. Ja, inmiddels wel mogelijkheden. Ja. Nee, maar dat is een ding. Maar zo'n melding is relevante informatie. En we moeten daartoe naar een systeem dat soort melding dat er ook iets mee gebeurt. Bijvoorbeeld als jij werkt, waar je ook werkt, dan heb je wel het nummer van de BHV of als er brand is. Ik vind eigenlijk dat er ook een nummer bij moet staan met een security persoon of zo. Die, gewoon waar je een vraag kan stellen, hey, ik krijg een mailtje, kan ik me open of niet? Hey, hoe zit dat? Hey, iemand laatst een hele simpele, makkelijke vraag. Dan moet je niet daar gaan zoeken. Dus wat er is gebeurd, dat is niet goed. Ja goed, je ziet uiteindelijk wel, bij de jaren verder, dat het dan toch wel opgepakt wordt. Want waarschijnlijk ben ik daar niet de enige geweest. En dan zie je toch ook wel dat de politiek daar in meegaat. Mm-hmm. Wel actie ondernomen, maar ondertussen ben je natuurlijk wel de jaren verder. Ja, maar je hebt er wel wat aan gedaan. En dat is goed. En uiteindelijk, het is een compleet systeem wat, kijk, al die dingen van alles wat jij in de interactie met bedrijven en organisaties, is het horen van jouw stem is waardevol. Om even te zeggen, van, de privacy waarborg,
heeft te maken met duidelijk marketing. Zij, die hebben een loket vol klachten. Zij, we hebben een klachtenloket 200 klachten gekregen. CBP afgelopen jaar 6000 klachten. Is dat veel? Is dat weinig? Nou, ik heb geen idee. Ik vind het heel weinig als je beseft hoeveel we doen met internet. Wat dat betreft gaat het misschien niet zoveel veel fout. Maar iedere klacht wordt wel serieus genomen. Of moet serieus genomen worden. En dat wordt ook steeds serieuzer genomen. Omdat de mensen via al die fantastisch mooie social media zich steeds sneller kunnen mobiliseren. Ik zit soms wel te denken dat het misschien te veel idealistisch eigenlijk wel is gedreven allemaal deze de discussie. Zoals van wat je net eigenlijk ook al wat net even van de designers en techneuten bijvoorbeeld dan in zo'n open source project, omdat er dus eigenlijk niet iemand is die hun betaalt om samen te gaan werken of dus een opdracht geeft om gewoon iets beters te maken. Laten we. Ja. En dat is eigenlijk alles zo van dat je zegt dat je dan misschien een café hebt straks waar je dan je computer bijvoorbeeld veilig kunt laten met privacy ingericht, maar dat is allemaal gratis eigenlijk. Terwijl je zou ook kunnen afvragen van er zijn heel veel, waarom zou je niet gewoon echt mensen laten betalen gewoon voor dat soort dingen. Ja, nou goed, en dan moet je weer kijken naar waarom doen mensen wat. Even een heel makkelijk voorbeeld met de advisering over verzekeringen bijvoorbeeld. Hey, je mag nu, verzekeraars mogen niet meer hun advisering verstoppen in de tarieven. Nou, haal je dat eruit, dan moet je opeens gaan betalen voor je adviezen, die eerst gratis waren. Nou ja, dat is echt een enorme. Dat vinden mensen niet leuk. En opeens moet je gaan betalen, heb je niet, weet ik wel. Opeens moet je soms wel een paar honderd euro gaan betalen voor een advies. Wat gebeurt er dan? Ja, dan gebeurt het niet of via internet of hou ik je touwtje. En waarom? Het is toch belangrijk om verzekerd te zijn. En ook om niet te veel te betalen en zo. Dus daar zit iets. Er zit een soort van psychologie achter die je hebt voor verzekeringen en die ook gaan over die open community. Als mensen betalen, hartstikke mooi. Maar nu gebeurt het niet. En dat is een beetje het ding. Overigens, over 2 weken is hier zo'n... 2 weken toch? Is er een privacycafé waar je dus met je laptop kan binnenlopen. Ja, als je graag wil betalen, mag dat wel. Ja. 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 Dat snap ik. Maar, nee, maar het is eigenlijk zo van... Waarom kies ik eigenlijk... Ik kies de laatste tijd dus voor Apple-producten bijvoorbeeld. En dat betaal ik dus voor, omdat het heel mooi werkt allemaal. Ja. Ja. En ik zou eigenlijk best wel graag willen betalen ook voor bijvoorbeeld betere vectorontwerpprogramma's bijvoorbeeld onder de Windows bijvoorbeeld, maar het werkt allemaal niet zo mooi en daarom hou je dan weer op en ga je weer zo'n betaalsysteem gebruiken. Ja, daar wel voor. En die open source community bijvoorbeeld die is eigenlijk een beetje vies zeg maar van zelfs geld vragen volgens mij van voor heel veel dingen. Ja. En dan, of ja, wij moeten dan onder het mond van donaties. Maar precies wat je zegt, dat weerhoudt de open source community van het bereiken van niveau van gemak, wat je dus hebt, waar Apple dus wel jaren aan heeft gewerkt. Maar als je kijkt vanuit een privacybril en privacy schending en zo, dan ligt daar een keuze. En die keuze wordt je heel moeilijk gemaakt, want het is nu kiezen tussen gemak en enige, het is hoe je kijkt, en enige privacy schending of ongemak, een niet altijd lekker smooth werkend systeem, maar wel privacybescherming. Ja, dus die keuze wordt heel erg moeilijk gemaakt. Maar dat verklaart het. Maar als je weet hoe dat komt, dan moet je daar iets aan. Dan kun je daar beter wat aan doen dan roepen vanuit idealisme. Ik ben het niet eens met hoe de wereld nu is ingericht. Of ik vind dat open source vind ik zo vervelend. Nee, open source werkt niet zo lekker altijd, omdat. En het heeft een goede reden. Maar er zijn op het moment een aantal grote software-giganten die gaan nu wel geld doneren voor open source projecten. Stond toevallig vandaag, gisteren stond het op nu.nl. Oh, oké. Okay. Ja. Naar aanleiding van de foutjes in OBS. Ja. Oh, ja. Uw eigen naam. Oké, maar dat is maar. Ja, prima. Maar als zij dat doen, als zij doneren aan. Als grote bedrijven doneren, moet je de vraag stellen waarom doen ze dat? En als het eigen belang is, dan ben je even part in crime. Moet je dat erg vinden? Maar de vraag is, waarom doet iemand dat? Blijkbaar is dit dus even een coalitie. Moet je dus omarmen, ik weet niet precies of zo. In dit geval moet je dat niet zo erg vinden, denk ik. Het is niet per se
per se fout. Maar zij worden gedreven door winstmaximalisatie, ja, lange termijn duurzame pieken verdienen. Ja, omdat zo werken zij. Als je dat zegt van ze verdienen veel geld, dat moeten ze niet doen. Ja, denk even aan het eerste plaatje. Zij vinden dat een legitieme vorm van handelen. En sterker nog, ze hebben een complete organisatie ingericht die zo werkt. Ja. Nog meer vragen? Ik heb nog een vraag. Als je een beetje een parallel trekt met de beveiliging van software, ja, dan zie je dat daar op een gegeven moment het besef dat je inkomsten misloopt, omdat je beveiliging niet op orde hebt. Het is een enorme drijfveer geweest om de beveiliging wel goed te krijgen. Is er voor privacy, want er zijn volgens mij heel veel parallellen van ja, je moet voor investeren om het uiteindelijk goed te krijgen. En is daar ook zoiets te verzinnen van dat het duidelijk wordt dat je inkomsten misloopt als je privacy niet goed op orde hebt? Ja, nou ja, de business case rond privacy is moeilijk te maken. Als ik een ander parallel trek met de duurzaamheidswereld. Uiteindelijk kun je duurzaamheid en verspilling van grondstoffen vertalen in CO2 en te vervoeren spullen. Dus als Omo of zo zijn flessen wasmiddel de water uithaalt en dat gecondenseerder maakt. Hartstikke slim, goed voor het milieu, ja, omdat je minder vrachtwagens hoeft te laten rijden. Dus uiteindelijk daar kun je heel makkelijk een vertaling maken van wat je doet voor het milieu en in je portemonnee. Dat is een enorm drijfje. Voor privacy is dat lastig, hè? Maar je ziet nu wel dat mensen zeggen van nou ja, je gegevens zijn geld waard. Ja, maar je ziet het wel. En wat dat betreft, je ziet het steeds meer. Er zijn veel meer partijen die er wel brood in zien, die producten aanbieden om privacy te beschermen, van klein tot groot. Dus die beweging die is er wel. En uiteindelijk, het is gek eigenlijk dat je daarover moet praten, want als je kijkt naar de technieken die zijn er. Privacy by design, privacy enhancing technologies. Alle systemen zijn zo te maken dat je voor misschien wel hetzelfde bedrag wat je moet investeren, betere bescherming hebt. Alleen waarom gebeurt het niet? En dan zit je dus weer met wie vindt het belangrijk? Grote bedrijven die investeren nu best wel veel in privacy, merk ik. Waarbij het nog wel vaak is beveiliging en zaken aan de voorkant. Hè? Dus omgang met social media, klantenrechten en zaken op orde brengen. Dus er is echt wel iets in beweging gezet. Maar dat zijn nogal vaak in Nederland in ieder geval de grote organisaties die zijn er actief mee bezig. Daar geloof ik ook wel van dat het goed zit. Aan de andere kant, als je kijkt naar de ING, ik was even op vakantie, dus ik ken het dossier helemaal niet zo goed. Maar wat ik zag, op papier zag het helemaal niet zo gek uit. Toestemming vragen, scheiden van stromen, et cetera en zo. En toch is het falikant misgegaan. Overigens, een paar jaar daarvoor had je Equens. Precies hetzelfde verhaal. Dus uiteindelijk, er is meer dan alleen maar beveiliging. Er wordt meer aan gedaan. Maar als ik even de zaal rondkijk, ik denk van hier zijn mensen die komen naar dit zaaltje, die hebben een bepaalde interesse in het onderwerp. Dus jullie hebben al een voorsprong eigenlijk bij de ING. Nou, heb je het over de ING? Nee, het zijn personeelsleden van de ING die dezelfde kennis en beperkingen en gedachten hebben als jouw buurman. He, weer even zo te vertalen. En jouw buurman vertrouw je die met jouw pingegevens? Nou, dan kun je daar de vraag stellen. Je moet niet denken dat de verzameling van mensen, zeg maar 100 mensen die niet veel weten van privacy, betekent niet dat zij bij elkaar ontzettend veel weten van privacy. Dat is gewoon niet zo. Het wordt beter, maar er is nog een lange weg te gaan. Ik denk dat er nog een ander speelt. Dat zijn de systemen wat steeds complexer. Uiteindelijk waar weer gewerkt wordt. Ja, maar op zich ook weer makkelijker. Nou, dat wordt ook weer. Oh, ja. Nou goed, maar dat maakt het vraagstuk alleen maar
complexer en lastiger. En, ja. En wat je ziet is een verschuiving van... vroeger had je altijd een automatisering en die deed alle gegevensverwerking. En nu wordt het zo makkelijk voor de business, hè, in de afdeling communicatie en sales en wat dan ook, om ook wat met gegevens te doen. IT heeft een cultuur van vertrouwelijkheid en bescherming en security. Dat is hun werk. Je kunt je afvragen of dit een goede... Nee, de beweging is er, maar het roept wel nieuwe vragen op. Maar in de discussie van de IEG heb ik eigenlijk zelf zoiets van, of had ik zelf een klein beetje zoiets van, zij hebben die informatie toch al. Dus die informatie wordt al verzameld en er is niets anders mee met diezelfde informatie, maar het is niet een extra partij die nog weer nieuwe informatie had verzameld. Zij ging het er extra partijen bij betrekken, dat was commercialiseren van de gegevens boven andere. Nee, ze gingen niet informatie verkopen, ze gingen gewoon de partijen zeg maar erbij zoeken, zeg maar bij die informatie pakken. Ja, soms zeg maar. Je kunt je afvragen. Is dat, oké. Maar je kunt je afvragen hoe erg het is. Prima, maar stel vragen. En laten we niet, dat is ook iets met privacy, is altijd van incident naar incident. Wat ging hier nou precies mis? Hoe erg is het nou? Wat zou er moeten gebeuren? Het inhuren van derde partijen, willen we dat? Willen we dat een van de, het handjevol banken inzage heeft of de gegevens anders gebruikt dan alleen maar voor het betalingsverkeer? Dat zijn van die diepere fundamentele vragen die moeten gesteld worden en beantwoord worden. En wat er nu gebeurt is ING probeert wat, tak, krijgt een tik op de kop. Maar dat is mijn vraag, wordt de discussie wel gevoerd en wordt de juiste discussie gevoerd? En ik denk dat de juiste discussies niet genoeg worden gevoerd. Dat trouwens wel wat aardiger, want wat zit er ook weer achter bij de ING, waarom zou je er tegen zijn? Iemand met één pas kan, alles loopt, alle verkeer loopt via die pas. Is dat, compleet... Sorry? Dat is al zo. Nee, is ook zo. Is ook zo. Maar als je gaat winkelen bij de Albert Heijn, dan heb je beperkingen aan Albert Heijn. Namelijk tot Albert Heijn, Gal en Gal, Ethos en Bol.com. He? Dus dat is nog talloze andere winkels waar je naartoe kan. Maar je kan niet zomaar overstappen van bank. Ja, tenminste, dat kun je doen. Maar na 1-2 stappen heb je ze allemaal gehad. Ja, dus dat schiet niet op. Vervolgens heeft je kan kiezen uit winkels. Zo'n bank die ziet dus alles van alle winkels die je doet. Die heeft een enorme marktmacht en dat zijn hele grote vragen. En dat heeft alles te maken met hoe willen wij onze relatie inrichten. Maar die vragen stellen en niet alleen hier maar ook iets mee doen, dat is dan de volgende stap. En ik denk dat dat soort stappen nu gezet moeten worden. Ja. Nou, die stap geeft juist een heel goed voorbeeld waarin we laten zien dat we het wel goed doen. Iemand bij de ING die staat op, die denkt, hé, dit is een leuk idee. Ik ga eens kijken of de maatschappij er al voor klaar voor is. Die gooit dat de groep in. Ja. Nou, de reactie was duidelijk. Vervolgens is het is gewoon een proefballon. Kunnen we dit al doen? Maar we hebben dus juist, het is juist een voorbeeld, we moeten het goed doen. Dat we de discussie juist aangaan, die vragen juist stellen. Ja. Omdat het dezelfde dag nog afgeblazen. Oh, dat was zelfs in één dag. Nou, dat is heel snel. Oké, goed. Maar, we moeten nog even een manier zoeken om, een van de onderliggende dingen van het lineaire denken. Een paar jaar geleden e-quems en het is wel vaker gebeurd. Dat we over 5 jaar niet zeggen, ja, maar dat was in 2014. We zijn nu een stuk verder. Toen Donner uiteindelijk die vingerafdruk in het paspoort, dat voorstel in de ijskast zetten, was het niet omdat hij dat niet wilde. Want hij zei van, wij kunnen nu niet de kwaliteit van die afdruk waarborgen, tussen haakjes, ik kom weer terug als dat wel kan. Dat is dus geen fundamentele discussie. En in Duitsland daar zijn ze wat stringenter, wij denken altijd van ja, het wordt beter, et cetera. Dus ja, het is een goede discussie. Nu moet het nog in ons collectieve geheugen een plek krijgen. Maar dat is een politieke keuze. Hè? Uiteindelijk is het de bevolking die iets vindt en zegt over wat we daarmee gaan doen. PV staat er vast niet voor niks. Nee, ik wil eigenlijk een beetje eind aanbouwen. Ja, nou, dat dus mag. De tijd is eigenlijk wel een beetje om. Neem maar dat jij niet meteen weg bent. Dus het is nog wel eerder afgelegen. Het is niet de vraag of ik weg ben. Het is de vraag of de mensen weg hebben. Ja, want ik wil iedereen een beetje met inzicht en kennis en ook een beetje leuke, misschien wat toch opgewekt naar buiten laten gaan. En nou, het is een vraag of dat
gelukt is. Ja. Maar dankjewel voor het podium. En bedankt voor de speech. Graag gedaan.